meeste Nederlandse miersoorten melken luizen. Maar alleen bovengronds actieve mieren melken blad- en schorsluizen. Luizen hebben een lange snuit die ze zover in de plant steken tot ze uitkomen in een barstvat. Daar stroomt suikerwater met aminozuren, vitamine en mineralen doorheen. Voor luizen zijn dit brand- en bouwstoffen. Overtollig sap, ook wel honingdauw genoemd, wordt uitgescheiden en vormt een kleverig laagje. Dat kleverige laagje wordt graag opgelikt door andere insecten. Mieren stimuleren de uitscheiding door op het achterlijf van de luis te trommelen. Dit noemen we melken. Luizenmelk is ook hun energiebron. In het voorjaar gaan de mieren direct op zoek naar luizen. Soms overwinteren luizen in een mierennest en worden in het voorjaar van stal gehaald en op een waardplant neergezet. Niet zomaar een plant, want veel luizen zijn slechts aangepast aan een klein aantal verwante plantensoorten. Er zijn in ons land 6 keer zoveel luizensoorten dan miersoorten. De meeste luizensoorten worden door mieren niet aantrekkelijk gevonden. De samenwerking tussen mieren en luizen wordt een mutualistische relatie genoemd. Dat wil zeggen dat ze elkaar nodig hebben. Het klopt dat veel miersoorten absoluut luizen nodig hebben om te kunnen leven. En veel luizensoorten zijn zo afhankelijk van mieren geworden dat ze zichzelf niet meer kunnen verdedigen. Dus hebben ze een bescherming van mieren absoluut nodig. Interessant is de vraag wat het stuurmechanisme is achter de afhankelijkheid van luizen. Hebben de luizen zich aangepast aan hun beschermers of hebben de mieren steeds de beste luizen geselecteerd? Omdat mieren allerlei vernuftige selectiemechanismen hanteren, ben ik geneigd tot het laatste.